Grootste Europese kerststal is er weer. Hebben jullie ook nog iets speciaals? Ja, zeker. Naast de grootste kerststal van Europa hebben we dit jaar ook een collectie van onze eigen kerststallen met het thema Volg de Ster. Maar daarnaast hebben we ook een hele speciale collectie, want Roel en Fred, de oud-eigenaren van de grootste kerststal, die zijn weer terug met een hele speciale kerststallencollectie dit jaar. We zijn weer terug. Ja, we zijn hier gekomen om te helpen bij de opbouw van het kerstdiorama in verband met de overdracht naar Orientalis. En toen hebben we gezegd, nou, dan kunnen we ook onze tweede passie, namelijk het verzamelen van papieren kerststallen, kartonnen, bouwplaten, uitklapboeken van kerststallen, pop-up kaarten, om die te exposeren. En daar heeft Orientalis de ruimte voor gegeven. Eigenlijk is het ontstaan omstreeks 1850. Toen was een aanschaffen van een kerstgroep natuurlijk veel te duur voor iedereen. Alleen in kloosters en in kerken hadden ze, en de hele rijken. En toen is er een Duitse uitgever, heel slim geweest, die dacht, ik ga een bouwplaat van een kerststal maken. Is eigenlijk alleen in Tsjechië, Polen een klein beetje, dat dat nog heel veel gemaakt wordt. Het is een tijd heel gewoon geweest en ja, wij hebben gewoon heel veel oude, maar ook een aantal nieuwe hier staan. Nou, dit is zo'n voorbeeld van een uitklapkaart uit Tsjechië, van de Tsjechische kunstenaar Kubasta, die dat heel vaak doet. Deze komt uit ongeveer 1950. Nou, zo een mooie stadspoort. Maar als je de kaart open doet, dan krijg je gewoon een prachtige kersttafereel, driedimensionaal. Dus dit is een van die voorbeelden wat dus heel vaak voorkomt in Tsjechië met uitklapkaarten. En ze hebben ook heel veel bouwplaten, maken ze daar enzovoort. Precies, degene aan de buitenkant natuurlijk. Ja. Je kunt zien dat hier de tentoonstelling nog echt in opbouw is. Er is nog geen stal of zo of groep te zien. Er wordt gewerkt aan sterrenluchten, dus straks zullen de mensen omgeven zijn door sterrenhemel. En daar komen dan in de vitrines uiteraard alle kerstgroepen wat er geplaatst gaat worden. Nou, dit is bijvoorbeeld zo'n bouwplaat. Het bijzondere hiervan is dat die bestaat uit een heleboel taferelen. Het hele kerstverhaal, allerlei taferelen. Hier zien we Jozef en Maria onderweg van Nazareth naar Bethlehem. Hier zien we ze bij de herberg, zoekend naar een slaapplaats, worden weggejaagd door de waarheid van de herberg. Hier de herders op de velden met een engel. Hier de geboortestal waar de herders gewoon langskomen met de ster erboven. De koningen komen ook langs. Met alle knechten. De koningen hebben een kamp opgeslagen. Dat hebben we niet eens meer uit kunnen beelden hier. Maar hebben we hier een plaat bij. De vlucht naar Egypte met een engel in de palmbomen die aan de weg wijst. Hier zo een oude legende van alle wilde dieren. Geen eten meer. Een palmboom die zich buigt en zijn vruchten afgeeft. Dus het zijn allemaal tevreden van dezelfde bouwplaat. En door de hele kersttijd kunnen mensen dan het elke keer veranderen.